Yo mensen, welkom bij een nieuwe video op mijn kanaal. Ik ben Maxime MXM en vandaag is het tijd voor een super toffe video, want we gaan wat speciaals doen vandaag. Ik heb namelijk van mijn vriendelijke vrienden van Sony een gloednieuwe tv gekregen en hij is echt insane. En ik zit hier in de woonkamer, maar ik heb een hele Formule 1 setup gemaakt in de woonkamer om het off-season door te komen, om alles door te komen en om gewoon lekker vermaakt te blijven. Dus laten we eens even kijken hoe dat eruit ziet en hoe het racet, want dit is echt insane. Nou jongens, en dit is dan de tv. Het is de Sony Bravia XRA80J OLED TV. 4K resolutie, 120 frames FPS. Dus dat is echt insane om mee te gamen natuurlijk. Perfect voor de PlayStation 5. Die heb ik er natuurlijk even bij heb gepakt. En hij is zo ontzettend dun. En dat OLED is zo mooi. Moet je even kijken. Nou, als je denkt van, ja, die tv is best wel dun. Moet je eens even kijken. En als ik dan bijvoorbeeld mijn vinger ernaast leg. Nou, het is zo ontzettend dun en zo'n mooi beeld. Dat is echt ongelooflijk. Daarnaast heb ik deze racestoel erbij gepakt en mijn stuurtje erop gezet. En zo zit ik bijna in de tv en kunnen we ontzettend nice Formule 1 natuurlijk gaan spelen. Voor het echte realisme gaan we dadelijk ook nog even met helm racen. En daar staat alles om opgenomen te worden. Maar laten we maar meteen gaan beginnen, want dit is toch fantastisch. Nou jongens, ik zit er helemaal klaar voor. Maar eerst wil ik het nog even hebben over een paar functies van de tv die gewoon super chill zijn. Zoals auto HDR tone mapping. Dan hoef je niet meer zelf die balken allemaal te verschuiven met elke game. Dit doet hij gewoon lekker vanzelf, want hij heeft het allemaal ingebouwd. Super chill. Maar daarnaast heeft hij ook auto genre picture mode. En hiermee kan hij dus automatisch switchen bijvoorbeeld naar de game mode als jij gaat gamen op je PlayStation 5. Of bijvoorbeeld als je een film gaat kijken, gaat hij naar de movie mode. Normaal moet je dat natuurlijk zelf doen. Deze tv doet het allemaal gewoon voor mij, dus het is echt ontzettend chill. Want op de game mode heb je natuurlijk een veel snellere reactietijd. En op de film mode is het beeld allemaal nog even net ietsje mooier. En daarnaast heeft hij ook een cognitieve processor XR. En dat is net zoals je oog eigenlijk. Als je op een bepaald ding focust, dan worden de daarna's een beetje blurry, maar het is niet dat het blur wordt. Maar daarna, hij focust gewoon nog beter op dat bepaalde punt, zoals we normaal ook doen. Alleen nu is het op een tv, dus dat is echt insane. Ik weet niet hoe ze doen, maar dit is echt ontzettend vet. Maar ik kan niet meer wachten jongens, dus laten we lekker racen. Oké jongens, dan gaan we dan klaar voor de start. We starten vanaf P19. Dat is natuurlijk niet helemaal best, maar dat doen we alleen maar om veel inacties te kunnen maken. Als we niet in de sandwich komen te zitten bij Russell. Oké, nee, dit gaat helemaal goed. Maar we hebben echt slechte snelheid op belangrijk stuk. Ik weet niet wat verkeerd staat in onze auto. Maar we zenden hem eventjes hier. Poelen we gewoon even een divebomb. Gaan we gezellig bij de Alfa's kijken. Yo jongens, wie gaat? Alles Gucci. Kimmy een klein zwaaitje gegeven van yo. Thanks for everything. Maar nu is het toch echt klaar om te gaan, Kimmy. We laten je met rust. Terwijl ik strol van de weg afduw, gaat Kimmy hier meteen langs. Hier hebben we een betere exit. En kunnen we hem dan meteen pakken. Ik heb eigenlijk nog nooit op zo'n grote tv kunnen gamen zonder te veel delay. En dat is echt wel even een dingetje om te vertellen. Want hij reageert gewoon meteen. Hij is super smooth. Het ziet er echt fantastisch uit. Misschien moet ik eigenlijk in cockpit mode zitten. Hè? Misschien nog dichter bij de tv. Om de echte F1 experience te beleven. Oké, lijkt net alsof ik in de Formule 1 auto zit jongens. We rijden nu in cockpit mode. Dit is echt het beste wat ik ooit heb bedacht. Het lijkt echt alsof ik in de auto zit. Deze POV is fantastisch. Hier heb je niet drie schermen voor nodig. Als je één megascherm hebt van 65 inch, heb je alles wat je nodig hebt. We zenden hem op Vettel. Nu achter Tsunoda aan. Oké, Yuki. Of je nou wil of niet. Ik kom maar langs, hoe dan ook. Jij verdedigt de binnenkant. Gaan wij via de buitenkant. Op naar Alonso en Ocon. Dat zijn niet de makkelijkste mensen om in te halen. Zo, als ik stuur dan zie ik niet eens meer die auto van Alonso. Maar we zitten er nu ontzettend dicht op. DRS gaat open. En we gaan de laatste ronde alweer in. Nou, we hebben niet een last to first kunnen doen. Maar
had ik eerlijk gezegd ook niet verwacht in 5 rondjes. Dus 9 plekken vind ik hartstikke netjes. Misschien kunnen we ook kondig eventjes vervelen hier. Ja, het is niet moeders mooiste inactie. Nee, dit kun je ook geen inactie noemen. We hadden misschien gewoon even geduld moeten hebben. Dan hadden we hem hier de volgende bocht kunnen pakken. Maar nee. Ik moest weer ongeduldig zijn. En heb daardoor die plek gewoon verspild. We zijn zo dichtbij. Vroeg op het gras, race naar de finish. Nee! Zo dichtbij. Oh my god. Dit verzin je toch niet, hè? Dit verzin je niet. Maar ik ga hier de rest van de avond zitten, jongens. Ik vind dit helemaal, helemaal leuk. En dit is gewoon mijn nieuwe setup van de VIP. Oké, jongens, we gaan nu voor de ultra-realistische mode. En dat is met helm op. Het enige probleem is dat jullie me nu, denk ik, niet meer goed horen. Omdat ik hier in mijn helm zit. Dus ik doe het vizier maar open dat we iets meer geluid hebben. En bam, die blam. Oh my god, wat doe ik allemaal voor YouTube. Helemaal leuk, toch? We gaan het gewoon meteen starten. En we zijn weg. Kijken of we deze keer wel kunnen winnen. We moeten gewoon helemaal in ons element zijn. Kunnen we meteen bobbels pakken. Hop. Hop. Rustig aan. We zijn in ieder geval nog side by side met de Mercedes. Oh, er is een gele vlag afgerond. Oh nee. Ik was afgeleid door de gele vlag. Daardoor had ik niet op tijd opgeschakeld en verloren wat tijd. Ik ben wel helemaal toe verslaan met jongens. Maar ik denk dat we blij moeten zijn. Als we Bottas voorbij gaan in deze setting. Oh. Dit valt wel met zijn helm op en uit. We verliezen hem. Please, doe. Moet dan binnen de DRS blijven. Kom naar je. Bottas nu jong. Hier komen. Oh ja. We zitten er dicht op. Maar nog niet dichtbij genoeg. De rest wordt nu ingeschakeld. En die hebben we ook echt absoluut nodig. Kom op. Sneller. Heb ik hem al? Oh. Ik weet het niet. We zitten wel nog in de DRS window. En we hadden een paarse sector, dus dat is allemaal goed. Oh, ik zal het bocht halen. Ik weet niet of mijn vleugel open is. Checkered flag, wat? Ik had gewoon 5 rondjes moeten doen. We waren zo dichtbij, jongens. Nou jongens, dat was dan de video. Ik wil Sony nog heel erg bedanken voor het opsturen van deze fantastische nieuwe TV. Het is echt insane. Check natuurlijk het linkje in de beschrijving uit als je meer informatie wil over deze TV. Maar ik ben ontzettend blij mee en ik heb hem dus gekregen voor de duidelijkheid. Vond je het nou een leuke video? Like even, abonneer als je nieuw bent en vergeet niet om dat belletje aan te zetten. En zie ik jullie heel graag de volgende keer, jongens. Later!